dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag heb ik een Get Ready With Me. Maar niet zomaar één, namelijk voor Joy en Bart. Het programma dat ik presenteer. En ik moet elk weekend vroeg opstaan om me helemaal klaar te maken voor Joy en Bart. Nou, dit is de uiteindelijk look. En wil je weten hoe ik dit heb gedaan? Blijf kijken. Als eerste gebruik ik concealer. En deze vind ik echt heel erg fijn. Ik doe het onder mijn ogen, want ik heb 's ochtends altijd hele erge wallen. En dan ga ik het gewoon indeppen met mijn vingers en niet wrijven, want dan wordt het effect veel minder mooi. Ik was helemaal vergeten een staart in te doen, want dat vind ik veel fijner als ik mijn make-up ga doen. Voordat ik mijn oogschaduw opdoe, gebruik ik eyeshadow primer. Dit zorgt ervoor dat het niet van die lijntjes gaat worden en dat het goed blijft zitten en dat de kleuren er mooi in uitkomen. Voor oogschaduw gebruik ik dit hele mooie palet van Too Faced. En deze heeft hele mooie naturel kleurtjes, dus niet te, want dat vind ik niet zo mooi. En ik begin met een heel licht kleurtje in mijn crease. En daarna ga ik met dit kleurtje over mijn ooglid heen. En dat zorgt ervoor dat de glitters er zo heel mooi uit gaan zien. Dit vind ik echt de mooiste oogschaduw uit het palet en die gebruik ik ook graag en die doe ik nu over mijn oogleden heen. Met deze blending brush ga ik nu deze kleurtjes mixen en die ga ik weer in mijn crease doen. Ik ben klaar met mijn oogschaduw en nu ga ik mijn wenkbrauwen doorkammen. Ik ga ze niet intekenen, want ik vind dat effect gewoon niet mooi bij mij. Ik gebruik de Rocket Mascara en voor extra volume ga ik de onderkant en de bovenkant doen. Ik heb serieus altijd dit probleem. En dan ga ik ook nog met mijn ogen omhoog, waardoor het op mijn oogleden komt. Maar ik haal dat weg met een wattenstaafje. Om wat meer kleur in mijn gezicht te krijgen, gebruik ik bronzer. Voor mijn wangen gebruik ik deze blush. Ik vind hem heel erg fijn. En de kwast die ik gebruik ook, want die is van Real Techniques. En natuurlijk ga ik ook nog even highlighter opdoen. Deze is van Sephora. Ik heb hem net nieuw en ik vind hem heel erg fijn. En dat ga ik indeppen met een sponge. Als ik wat haast heb, dan gebruik ik een poeder highlighter. Want dat gaat net iets sneller. Maar dit effect is het allermooiste. Voor mijn lippen gebruik ik deze lipstick van MAC. Hij heet Faux. Hij is super fijn, want het is niet een hele opvallende kleur. Want daar hou ik niet zo van. Dit is mijn krultang. Het is de Carmen True Curls. Ik vind hem echt heel erg fijn. En deze zet ik nu op 200 graden, dat is het allerhoogste. En dat is natuurlijk niet heel goed voor je haar. Maar natuurlijk doe ik dit ook niet elke aflevering van Joy en Bart. Maar doe ik dit gewoon als ik het leuk vind of als ik er tijd voor heb. Want soms moeten we heel vroeg opstaan. Maar ja, ik vind het af en toe wel leuk om krullen in te doen. En omdat ik er heel veel, omdat het heel veel naar gevraagd werd, dacht ik, hey, ik laat het even zien. Nou, het is natuurlijk niet heel erg goed, maar door mijn haar een beetje te beschermen heb ik deze Blow Dry Quick Dry Primer Spray. En dit is dus Heat Protector. En hier staat Blow Dry, maar er staat ook op dat het voor harenkrullen is. En het is echt voor alles. En deze is super fijn. Hij is van L'Oreal. En deze ga ik even door mijn haar spuiten. En vooral in de punten. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dat die niet doodgaan. Oké. Kneed ik er een beetje in. Hoppakee. En ga ik het even doorborstelen. En nu is het tijd om te gaan krullen.
klein beetje afkoelen in mijn hand. En terwijl ik dat doe, pak ik mijn haarlak erbij. Ik gebruik deze John Frieda. En spuit ik het. Zo. En als laatste ga ik de krullen even uitschudden voor wat meer volume. Nu is het tijd om de outfits uit te gaan zoeken. En ik heb al van tevoren outfits uitgezocht voordat ik een aflevering ga doen. Natuurlijk, want anders zit ik die ochtend van wat moet ik aan? Dus dat heb ik al voorbereid en die outfit ga ik nu even pakken en aan. Video leuk, doe een duimpje omhoog en laat even in de reacties weten wat tot nu toe jouw favoriete aflevering is van Joy en Bart. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei! Vond je deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren als je geen één video meer wilt missen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!